Nico Brandsen, bekend als toetsenist van de band Mel & Vintage Future, heeft droevig nieuws gedeeld over zijn gezondheid. Onlangs is bij hem een ernstige, kwaadaardige hersentumor vastgesteld in stadium 4. Volgens de artsen heeft hij nog een levensverwachting van 6 tot 9 maanden. Met een zwaar gemoed deelde de 62-jarige muzikant zijn diagnose, waarbij hij tevens meldde dat de recente show in Steenwijk zijn laatste optreden was. Ondanks de harde realiteit zit er nog een nieuwe single in de oorspronkelijke bezetting van Mel & Vintage Future gepland voor september. Nico bedankt alle fans voor hun steun en liefde voor de muziek van de band gedurende al die jaren. Hoewel ze geen grote hits hebben gehad, is hij geraakt door de zeggingskracht en genegenheid die de fans hebben getoond. Hij is bijzonder dankbaar voor de liefde en steun van zijn muzikale partners Melanie Jonk en Ton Dijkman. Samen hebben ze onvergetelijke momenten in de muziek gecreëerd, waar hij trots op is. In zijn bericht uit Nico zijn dankbaarheid voor het moment waarin hij zich bevindt, ondanks de moeilijke omstandigheden. Hij voelt zich goed en geniet van kostbare tijd met zijn gezin. Als er een mogelijkheid is om langer te leven, zal hij die zeker aangrijpen.